Ja, kijk net eventjes naar de cijfertjes die uitgedeeld waren. Het centrale duo allebei een 4,5. Kan je daarin vinden? Ja, nou ja, ik denk dat de eerste helft zeker een 4,5 was, allebei. Die was niet goed genoeg. En ja, ik weet natuurlijk niet andere cijfers, maar ik denk dat we niet de enige waren die de eerste helft van de maat waren. En dat is gewoon zonde dat als team de eerste helft niet goed genoeg waren. Ja, die Sané, dat was wel een behoorlijke plaag, hè? Dat is een aardige speler, ja. Snel, vlug, doelgericht. Dus dat is een pittige kluif was. Wat vond je van de selectie van Duitsland vandaag? Ja, zoals je al verwachtte, gewoon een goede, jonge, gebalanceerde selectie die gewoon een goed team heeft. En ja, dat wisten we van tevoren ook. Je krijgt in de slotfase de deksel op de neus. Typisch Duits zou je kunnen zeggen. Vond je dat terecht als je kijkt naar de hele wedstrijd? Nou, terecht. Ik denk dat de eerste helft was zeker niet goed genoeg. En daar kregen zij kansen. Maar wij kregen ook voor mij twee goede kansen met Ryan Babel. Die gaan er dan niet in. En uiteindelijk, de tweede helft hebben zij eigenlijk buiten die goal eigenlijk geen kans gehad volgens mij. En creëren wij ook nog een aantal kansen. En dan ja, denk ik dat 2-2 toch wel de juiste afspiegeling waren. Memphis loopt net achter je langs. Merkt hij op de training al dat hij in bloedvorm is? Ja, we weten natuurlijk wat Memphis kan en vandaag heeft het ook laten zien. En ja, helaas heeft het niets kunnen opleveren voor ons. Een beetje zuur gevoel naar huis, denk ik, maar de knop zal om moeten. De knop zal zeker om moeten. Zondag wacht PSV. En ja, natuurlijk denk ik nu nog aan de wedstrijd en hoe zonde het is dat we het niet winnen. Maar ja, je moet door, denk ik. Er zaten een paar jongens van PSV in de kleedkamer. Hebben jullie het er onderling al een beetje over gehad? Nee, valt wel mee. Het is gewoon een beetje hier en daar gewoon gepraat, maar niet heel erg. Alles of niets? Zeker, alles of niets, ja. Tot slot nog één dingetje. Het viel me laatst op dat je naast Ajax alleen Atletico Madrid volgde op Instagram, maar nu niet meer. Nee, klopt. Ik heb dat ooit gevolgd omdat ik de trainingsvorm wel interessant vond. En ja, dat is denk ik een jaar of drie geleden. En blijkbaar zijn er mensen die zo erg diep graven dat ze dat op gaan zoeken. Dus dat heb ik maar van het volgen.